Staat er een sleutelnummer op dit album wat nieuwe nummers misschien heeft voortgebracht of zo? Een nummer wat andere nummers voedingsbodem heeft gegeven om te ontstaan? Nou, er zijn wel wat nieuwe nummers die iets sferischer klinken dan de eerste plaat. Want die was heel direct en ik noemde al dat American High School idee. En dat vinden we zelf op zich nog wel cool. Alleen ongemerkt, zonder dat we het echt nodig vonden of echt wilden, zijn er nieuwe elementen in de muziek geslopen of zo. En soms klinkt het wat ruimtelijker en sferischer en wat meer piano, wat meer galm op de zang, dat soort dingen. En er waren een paar nummers die dat een beetje hebben ingeluid. Misschien het eerste nummer van de plaat, Four Leaf Clover, was een van de eerdere. En daar zit alles wel een beetje in. Er zit echt het oude, het echte rock element in, maar ook de wat meer... Van de dingen die je net noemt. Ja, precies. Ook die nieuwe dingen veel. Maar bijvoorbeeld ook All The People gaat bijvoorbeeld denk ik wel het verst qua dat. Want er zit nauwelijks gitaar of drums in. En dat is helemaal gek voor ons. Maar binnen één dag ontstond dat en blijkbaar moest dat er gewoon even uit. En geen idee of dat iets is wat we in de toekomst verder gaan doen. Maar het nummer werd vergeleken met 30 Seconds to Mars. Volgens een vorige journalist die we hier hadden. Maar ik heb geen idee waar je het mee moet vergelijken. Maar het is in ieder geval best wel anders dan de eerste plaat. En dan wat jij in dat hutje op de hei waar jij mee op de proppen komt, dat neem je dan mee naar aan de andere kant van de oceaan. Mm-hmm. En dan laat je dat horen voor het eerst. Lijkt me een raar moment sowieso. Ja, spannend. Misschien kun jij kort een samenvatting geven van wat jullie daar gedaan hebben in die tijd dat je er was. Eerst thuis gaan we gewoon zitten van wat lijkt ons de tracks die op de plaat moeten komen. En dan via mail sturen wij al de demos naar James, onze producer, op. En dan geeft hij meestal kort gewoon een beetje zijn ideeën. En we pas echt als we in de studio aankomen, de eerste twee dagen, dan gaan we gewoon alle liedjes gewoon echt luisteren. Gewoon de demo's die we thuis hebben opgenomen. En dan gaat hij gewoon zijn ideeën geven van dit refrein zou ik door de helft knippen. Dit stuk kan sterker qua melodie of hier zou ik het drumritme veranderen. En aan het einde van die twee dagen kijken we gewoon, zegt hij gewoon van ik denk dat dit de beste tracks op het album zijn. En dan toevallig matcht dat exact met wat wij hadden deze keer. Ik had bijvoorbeeld één nummer waar ik totaal niet zeker over was. Ja. Dat was Best Kept Secret, was volgens mij nummer 8 van de plaat. Ja. En dat was de enige die hij nog niet had gehoord tijdens de preproductie, want het was net afgemaakt. En hij zat nog van, we hebben nog één nummer nodig, weet je wel. En wij zo, we hebben dit nog. En ik dacht van, ik heb geen idee of het wat is. Maar toen hoorde hij het en hij zei van, dit kan echt het beste nummer van de plaat worden. En, dat vind ik wel bizar, dat het zo erg uit elkaar kan liggen. Dus dat zijn wel van die dingen die de producer inbrengt, die wel nuttig zijn op zich. En is jullie Amerika-reis dan alleen maar, speelt hij zich binnen af? Of is dat een, is er meer? Zit hij alleen maar in de studio? Ja, hij speelt zich heel erg binnen. Binnen. En als je heel even naar buiten loopt, is het meteen 30 graden. Dus, daar zouden we vaker heen moeten gaan. Het fijne is als je natuurlijk in een weekend vrij bent. Meestal hebben we één dag in de week vrij. Dat je gewoon meteen naar een heerlijk strand kan. Of op zaterdagavond gaan we of naar een van de hele foute country club. Of we gaan naar een of andere club ergens op een dak. Weet je wel, waar je echt gewoon helemaal los kan gaan. Dus als je ook maar even de vrije tijd hebt, dan kan je echt super vette dingen doen daar. Maar het feit dat je van huis bent en niet terug kan naar huis en niet tussendoor nog wat afspraken en telefoontjes moet plegen en weet ik veel wat je thuis allemaal doet, dat zorgt er gewoon echt voor dat je 100% focus op je plaat hebt. En dat is ongemerkt, heeft dat best veel invloed, denk ik. Want als je daar zit en de plaat is toch echt wel het enige waar we over nadenken. En tot het bizarre aan toe, weet je wel. Dat je echt bijna nachtmerries hebt over wat je de dag ervoor beter had moeten doen of wat je de dag daarna nog moet veranderen. En hele lijstjes met dingen waar je nog aan moet denken. Dus dat is soms wel een echt stressvol proces. En dan, als het helemaal af is, veel terugluisteren? Doen jullie dat? Ja, absoluut. Ja, vooral tijdens mixen en masteren en zo. En luisteren wat moet nog beter en zo. Maar jij bedoelt waarschijnlijk als die echt af is. Ja, ik heb dat vooral als demo's af zijn. Echt als liedjes zich voor het eerst hebben gevormd, zeg maar. Voordat het in de studio is opgenomen. Dan wil ik zo'n liedje vaak wel heel vaak luisteren. Vaak heb je
Heb je nou ook het idee van, dat je weet wat je nou precies hebt geschreven of zo? Omdat het allemaal zo op gevoel gaat. En dan luister je het heel vaak en dan weet je pas echt of het goed is of niet. Ja, ik heb heel vaak als de plaat af is, dan, en je bent net terug, dan laat ik hem even liggen. Want dan, ja, in de studio heb je echt non-stop tijdens het mixen bijvoorbeeld, hoor je echt dezelfde stukjes over en over. En vaak dat moment dat er bijvoorbeeld vrienden langskomen en dat wil zeggen van, plaat is af, kom even luisteren. Dat je dan gewoon zit en je zet hem voor je vrienden of zo voor het eerst aan. Dat is vaak echt het moment waarop ik dan precies eigenlijk in kan schatten wat ik ervan vind. En pas als ik dan anderen laat horen, dat is echt zo'n goede graadmeter of zo. Dat ik dan bij sommige stukken echt denk van, ah, dan ben je super trots. En dan bij andere stukken denk ik van, oeh, weet je wel, ik hoop dat die, of zo, hadden we het toch zo moeten doen of zo. Dan weet ik pas echt wat ik ervan vind. Ja, dat is een raar mechanisme. Als je iets laat horen aan iemand, dan luister je toch net 1% anders en dan weet je toch iets beter van of het nou echt goed is of niet. Dat is heel gek, maar het werkt wel zo. Hebben jullie bepaalde mensen in jullie leven dat jullie weten, als zij het goed vinden, dan is het wel goed? Ja, ik heb wel bepaalde mensen die ik er wel in vertrouw. Bijvoorbeeld degene die al vanaf punt A onze t-shirts verkoopt bij shows. En dat is een hele goede vriend van ons. En, ja, die is mega muzikaal. En die laat ik het vaak wel luisteren. Dat is ook wel puur om veer in mijn reet te krijgen, omdat ik meestal eigenlijk toch wel goed vind. Maar hij heeft ook veel goede kritiek altijd. Ja. En dat is wel belangrijk.